Mijn naam is Ramon Walgera. Ik heb een bedrijf, Art Decor. En dat bedrijf Art Decor houdt zich bezig met restauratiewerkzaamheden, voornamelijk. En zelf, als persoon, Ramon Walgera, hou ik me ook bezig met kunst en kunstprojecten. En ik probeer die scheiding te maken. Ik heb dus een bedrijf in restauratie en in kunst. En dat restauratie schilderwerk voornamelijk, hè? Ja, restauratie schilderwerk, ik zou ook willen zeggen ornamentiek en historische binnenruimtes. Hè. Schilderwerk, bij schilderen geen kozijntjes of zo, dat is niet wat ik doe. Maar ik hou me bezig met echt de ornamentiek, restauratie van 16e, 17e, 18e en 19e eeuwse decoraties, interieurs. En daar doe je onderzoek voor, je schrijft adviezen? Eigenlijk alles. Het hele traject van, ik verdiep me telkens meer in het microscopisch onderzoek. Dus in het onderzoeken van verflagen en in het schoonmaken van verflagen op microscopisch niveau. Dat is wel een heel nieuwe wereld, universitaire studies. Dat is wel even wennen, veel chemie, maar wel erg leuk om te doen. Dat stukje hoort bij het onderzoek, bij het kleuronderzoek van je binnenruimtes. En daarnaast moet je dan een rapport schrijven en geef je een advies in. En van aanleiding van het advies kun je subsidie krijgen en aanleiding van de subsidie kun je aan het werk. Ik doe bijna altijd klussen bekijken die ik 5 jaar later weer tegenkom. Dat duurt allemaal erg lang. Ja. Wat zijn nou projecten waar je trots op bent die je gerealiseerd hebt in de afgelopen jaren? Ik heb heel veel mooie projecten gedaan, maar ik denk dat mijn top 2 eigenlijk is de restauratie van Ramswoerd. Dat is een fantastische restauratie waar ik nog steeds weer bezig ben nu ook. Ik heb nu weer een nieuwe kamer gedaan daarvoor. Een villa in Steenwijk waar je de Nationale Schildersvakprijs op meegewonnen hebt. Ja, overal prijs en een decoratie, Nationale Decoratie Restauratie prijs voor de eerste prijs. En dat was puur restauratie en daar tegenover staat eigenlijk de kunstproject en dat is dan eigenlijk de Kerk van Ameland waar we natuurlijk een heel groot nieuw ontwerp gemaakt hebben en ik in elk geval bedacht heb en samen met mijn vrouw Gabriella uitgevoerd heb en met personeel en andere mensen om ons heen, maar dat is wel een project waar echt in kunst echt een bijzonder project is. En dan ben je dus ook bezig met schilderkunst. Daar zien we iets om ons heen. Ja, dat is mijn onderdeeltje van het bedrijf. We hebben een galerie gebouwd die moet nog helemaal geopend worden en ingericht worden. Maar dat is ook een onderdeel wat ik graag erbij doe. Ja, ik vind eigenlijk alles wat met verf is gewoon heel erg leuk. Ik ben begonnen als huisschilder en uiteindelijk decoratieschilder, uiteindelijk restaurator en uiteindelijk kunstschilder. Ja, en al die trajecten bewandel ik nog steeds en blijf ik nog steeds ontzettend leuk vinden om te doen. Dus ja, als er maar het woordje verf in voorkomt, dan heb je mij wel. En nou organiseer je de Salon in Leeuwarden. Ja. Wat is dat eigenlijk? Wat een gekke werk. Wat is het en waarom? Ja, Salon. Nou ja, Salon is een organisatie waar ik zelf al 23 jaar bij zit. Dat is ook vanaf het begin van aanwezig geweest bij Salon. Salon is een organisatie die decoratieschilders, eigenlijk van oorsprong decoratieschilders, van over de hele wereld bij elkaar brengt. En die met elkaar exposeren, demonstreren, kennis uitwisselen, nieuwste technieken leren. Ja, fantastische club met mensen, met een kerngroep die één groot, gezellig, bijna familie is eigenlijk, een salonfamilie. We kennen elkaar allemaal heel erg goed en we proberen ook vooral het vak naar de hele wereld uit te dragen. En elk jaar weer in een ander land en dit jaar zijn we echt heel erg trots dat die eindelijk eens een keer in het noorden neerstrijken. Ja. Want het is een groep mensen die elkaar goed kent, maar het is toegankelijk voor iedereen. Het is toegankelijk voor iedereen van een goed niveau, hoog niveau eigenlijk. Maar als bezoeker mag ik er sowieso heen, ook als ik niet kan spelen. Als bezoeker ben je welkom natuurlijk altijd. Het is een 4-daags evenement van 3 tot 6 mei in Leeuwarden. Tijdens de cultuurstad Leeuwarden is natuurlijk hartstikke leuk. Maar er gebeurt van alles. Je kunt overal kijken. We hebben een expositie, die is een ode aan Alma Tanema, geïnspireerd op Alma Tanema. Alma Tanema was ook een decoratieschilder die uiteindelijk een heel goede kunstschilder was. Die ook fantastisch marmer en hout op kon. Wat ook een heel goede inspiratiebron is voor heel veel decoratieschilders. Daarnaast hebben we nog een demonstratieruimte waar een man of 30, 40, misschien wel 60 man tegelijkertijd schilderen, werken aan hun techniek. Waar je gewoon vragen kan stellen, waar je alles kan stelen wat je wil. Eigenlijk. Het is een hele open groep. En daarnaast maken we nog een grote muurschildering. Verder zijn er nog workshops, lesprogramma's, demonstraties van ongeveer in een uur tijd. Waar je nog weer veel meer gedetailleerd leert over hoe technieken in elkaar zitten. En dat allemaal voor slechts 1 tientje toegang. Hoeveel is het? Het is helemaal niks. Kaartje kopen en bijscholen. En heel erg genieten, ja. Nou sta je voor het project dat je zelf aan het voorbereiden bent voor de expositie. Ja. Kun je er iets over zeggen? Want het gaat dus over Tadema. Ja, Tadema. Ja. Kijk, voor mij is Tadema een schilder van gebouwen en mensen. Maar ook heel veel dierenhuiden gebruikt hij. Het is echt een schilder van de Romeinse taferelen. En ik wilde dat een beetje vertalen naar mijn eigen wereld. Dus dit heb ik gresgebouw in Leeuwarden genomen. Dit is natuurlijk gewoon de schetsfase nog. En daar heb ik een tijger voor gezet. En dat moet allemaal uitgewerkt worden. Maar die wereld, dat hele gresgebouw, dat heb ik veranderd. Dat verander ik telkens nog meer in een Romeinse tempel.
maar wel met de ornamentiek en zoals je het herkent. Het moet herkenbaar zijn als kerstboom, maar het moet een Romeinse tempel worden. Dus veel meer in het tijdperk van Alma Tadema. Ja, en daaromheen het water en daarvoor een leeuw. Dat is eigenlijk wat ik in eerste instantie wil gaan doen. En dan hebben we nog een gezamenlijk project, ik samen met Gabriel, omdat we elk jaar voor Salon schilderen wij een gezamenlijk project. Gabriel is meer portretschilder en daar schilderen we altijd een heel mooi portret van een mooie vrouw of een man, whatever, maar het is nu een vrouw. Met daarachter ook de hele stad Leeuwarden en dat wordt helemaal in een soort mediterraanse sfeer gezet. Dus het is Leeuwarden veranderd in een mediterraanse luststof. Ja. Ja, helemaal geweldig. Ja. En het vindt allemaal plaats? In Leeuwarden, 3 en 6 mei. 3 tot 6 mei? 3 tot 6 mei in de Harmonie in Leeuwarden. Ja.